Inmiddels zijn ook alle medewerkers van de HEMA ingelicht. Straks werken ze voor Marcel Boekhoorn. Want de bekende en vermogende ondernemer is de nieuwe eigenaar van de warenhuisketen, hoorden we vanmorgen. Bij mij in de studio de FD-verslaggever Harry van Gelder. Welkom, Harry. Morgen. Jij rook al een paar dagen lont met dit verhaal. Wij waren er al een paar dagen mee bezig, maar we kregen het niet bevestigd. Maar vandaag werd bekend dat er een persconferentie is vanmiddag, dus dan weet het. Ja. Vanmiddag wordt er meer bekend, dus het kan zijn dat we dingen in deze video gaan zeggen die we gewoon nog niet weten. Maar dat vullen we dan later gewoon aan. Boekhoorn was in ieder geval niet blij, want jullie hadden hem een beetje pissig aan de lijn, toch? We hadden hem vanochtend aan de lijn en hij was niet pissig dat hij naar buiten kwam. Hij zegt zelf, maar onze bronnen zeggen dat het rond was, dat rond is. Maar hij zegt zelf dat hij nog een paar handtekeningen nodig heeft en dat het bijna rond is. Oké, goed. We gaan er even vanuit dat het echt gaat gebeuren. Even een paar dingen op een rijtje. Wie is ook alweer Marcel Boekhoorn? Een bekende naam natuurlijk. Nou, Marcel Boekhoorn is een rijk ondernemer die veel bedrijven heeft opgekocht en daarna weer verkocht met veel winst. Volgens mij staat hij in de quote voor 1,3 miljard aan vermogen. Okay. Dus het is een man met veel geld. Maar bij de HEMA is het waarschijnlijk zo dat hij niet eens veel geld hoeft mee te nemen. Wat ik hoorde, maar dat is nog een gerucht, dat is niet bevestigd, is dat de prijs vrij laag is en dat het eigenlijk niet meer is dan de schuld. Hij neemt dus gewoon de schuld over en hoeft hij dus niet extra bij te betalen. Maar hij wil er dus aan verdienen. En jij zegt het is kopen en verkopen. Betekent dat Boekhoorn HEMA niet lang houdt? Dat weet ik niet. Sommige bedrijven houdt hij wel lang aan. Dat is onduidelijk. Dat weet ik niet. Hij zal hier wel iets mee willen. Ja. Maar ja, de HEMA zit wel in zwaar weer. Die heeft al een paar kwartalen achter elkaar een lagere omzet. Er waren zorgen. Vorig jaar waren ze bijna verkocht en toen stonden ze op het punt. Hè, wij doen het weer goed, we gaan naar het buitenland. En nu is er echt flink de klad in gekomen. Ja. Vorige eigenaar was Lion Capital, hè, ja. Een investeringsmaatschappij. Een Britse investeringsmaatschappij. En daar is heel veel gedoe over geweest, veel ruzie. Kun je daar iets over schetsen? Ja, nou ja, Lion Capital wil het HEMA al heel lang verkopen. Er zijn 3 pogingen geweest, 3 keer is het mislukt. Ook omdat Lion wel de hoofdprijs vroeg, maar die prijzen enorm gedaald nu zo langzamerhand. Ja. In 2 jaar of toen ze aan de Belgen was er nog sprake van 1 miljard. Het zou nu beduidend lager zijn, het bedrag. Ja. Boekhoorn betekent HEMA in Nederlandse handen. Is dat leuk en meer dan leuk of totaal niet belangrijk? Nou, ik denk niet dat het heel erg belangrijk is. Ik weet niet hoe Boekhoorn met retailzaken om kan gaan, met de HEMA. Het is toch wel een specifiek bedrijf, dus dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar het is weer in Nederlandse handen. Het was natuurlijk in Britse handen. Het is nu weer in Nederlandse handen, dat is waar. Ja, maar ze zitten ook in België tegenwoordig. En op Gare du Nord kom ik ze tegen. Noem maar op. Ik bedoel, die buitenlandse expansiedrift die is er natuurlijk ook. Ja, die buitenlandse expansiedrift was vooral ook om het te laten verkopen. Het gaat wel redelijk, maar ook daar in Frankrijk waren de cijfers niet goed dit jaar. Hoe zit het met de tompoesen en de rookworsten en de Jip en Janneke champagne? Ja, maar dan moet ik dus echt een inschatting. Boekhoorn inschatten. Ja. Dan zullen die wel blijven. Die blijven wel. Ja. Goed. De omzet. Is daar nog iets over te zeggen? Nou ja, de omzet loopt terug. Er is wel zo dat Lion nu echt in nood zat. Omdat wij hoorden dat als zij niet voor 2,19 zouden verkopen, dan zouden ze naar alle obligatiehouders toe moeten. Dat zijn er nogal wat. Om toestemming te vragen voor verkoop. Nu hadden ze nog controle. Dus er zat wel een flinke dwang achter. Goed. Er komt dus nog een persconferentie met meer details. Het is nu einde van de ochtend, dus dit is wat we op dit moment weten. Zodra er meer is, lees je dat natuurlijk op dft.nl en op telegraaf.nl. Harry, dank en we spreken je snel weer. Oké, dankjewel.